Hallo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Siem de Remers. Mijn naam is Bea. Die er ook bij is. Ja, ik moet het zo even doen tegen belichting. Hi. Waar is een hi? Waar is een hi? Waar is een? Recht tegenover mij. Oei, oké. Ik het dus. Goedemorgen allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Tingelingelingeling. Dan blijf jullie... Ja, de bel. Juist, ja. We gaan subiet... Dus zij gaat subiet naar haar mama toe. Yay! Ik krijg zelfs nog bezoek van iemand. Ik kan nog jullie laten raden wie. Ik kan nog niks zeggen. En dan gaan we in Kesjenegge opnieuw wandelen. Want Bea heeft gezegd, ja, daar moeten jullie eens gaan wandelen. Oké, dan moeten we daar gaan wandelen. Want zij vond het daar echt heel mooi. Klopt, hè? Ja. En dat vond ik ook een aanrader voor je weet al wie, hè? Ja, en okay. Ik vond het ook vooral fijn, omdat jullie dan ook nog eens alleen zijn. Oké. Bij deze, ik ga jullie nu laten. We gaan subiet naar Attecona. Yo. Yo. Ik heb nee gezegd. Voilà. Daar zijn we aangekomen. Hij vond dat niet zo leuk, dat antwoord. Ja. Maar is het te lang zo kalmer, hè? Dus dan moet je toch... waarom niet tegen elkaar? Omdat het iemand bij ons is. Wie dan? Dat is niet zelfs. Goh, vaak. Ja, dat is het station. We hebben de vaas en de tijd wel in elkaar gezet. Ja, Christian is er ook bij. Voilà. Tjoef, tjoef. Ja, ze mag er niet zijn. Ik hoor er niet meer bij. Dus we gaan ze bieden naar Kesjenegge terug opnieuw een wandeling maken, maar dan één. Zij er niet bij. Waar gaat jij naartoe? Ja, mijn mama. Dat hebben we al deze ochtend gezegd. Ah ja, juist. Oeps. Allee, tot zelfs. Zo, ik ben hier weer al in Kesjenegge aangekomen. Voor de derde keer al. Voor ook nog aan Chris de wandeling te tonen. daar is Chris. Jullie denken nu, waar is Bea? Bea is nu bij haar mama, die wou eens een dasje bij haar mama zijn. Dus dat mag ook wel eens, dus dan heb ik naar haar mama gevraagd. En wij doen dan een leuke rode route wandeling. Dus dat betekent de grootste route. En ik zeg het u, het waren toch echt heel mooie beelden. Maar ik het al heb genomen in de zomer. Maar nu is het herfst. Ja. Dat is een mooi kijk. En vorige keer zat Ginder, was ons weg versperd met koeien. Dus we moesten over het gras. Ja, dan was dat deze kat allemaal schaduw. Waar liggen de koeien dan? In de schaduw. Er zijn allemaal Oh.
moet ik van een twee of zo. Hey, 2,1. Oh my. Ja. Ik kan op de kop. Yeah. Oh, ik kan er meer. Is dat er niet op? Ja, dat is een oude schoenpot. Dat is nog gewoon die kant, dat is niet meer te doen. Ja, zo gelijk hele English pop. En B is van allerlei dingen aan het sturen en ik weet niet wat allemaal. Ze doen dat ook, kijk maar, voilà. Ja. Heel zand en sluit en zo. Ik ga het voor een keer doen, zo. Niet per se in een bobland, maar zo. Ik kan er gewoon een bed in liggen. Ik heb er ook in liggen. De piespot of zo. Ja. Ja, weet je. Voor een weekend is zo. Van niemand niet last. Zalig. Ja, hier moeten we weer al oppassen voor stra. Ja. Ik heb gehoord dat het rond. Er is rond en de knikker.
En nu weet ik niet als het naar die kant of naar die kant. Ah ja, wat was naar die kant? Ja. En dan komen we het mooiste stuk van de wandeling tegen, vind ik. Nee. Vooral voor de kassages en ambiages, heel en der, goed links en rechts. Ik kan echt wankelen. Ah nee, we zijn er nog niet, juist. Blijft er ook nog mooi zitten. Ja. Jezus. Maria Jozef. Jezus. Ja. Jezus is hier geweest. Jezus. Ja. Nee, dat is niet ook iets hetzelfde moeten krijgen. Of Jezus. Zo wat plat zijn zeker.
En dan blijven we samen lopen. Stop! Voor niet in beeld te komen. Maar ja, ze liggen wel goed. Ze hebben de wandelpad vrijgehouden. Dankjewel. Rustig maar. Zie je dat wit? Ja. Daar zijn ze. De paddenstoelen. Dit is een grote. We zijn al toch al over de helft al van de wandeling. We zitten hier nu tussen de twee waters in. Hupsatree, en daar is ook water. Dus we zitten echt pal tussen twee waters aan het wandelen. Het is hier ook mooi en rustig. Bij deze. Dus te komen in Kesjenig, de wandeling maar eens doen. De rode route. Veel succes. Opgepast voor, je weet wel wat. Ja. En dat was dan de gemakkelijke weg. Volgens mij, ja.
Ruik de natuur. Oei. Een loslopende hond. Maar ik zie geen wandelaars. Oh jawel, heel van achter. Nee, dat is een hond. Ja, nog een die al los aan het lopen is. Maar die keert wat. Jot. En die andere mond is weg. Hè. Ja. Ik heb nog een goede tempo. Ja. Hoi. Het is mijn vader, die zit hier ook een goede regels. Dit is ook juist een normaal, toch? Deze koeien. Oei, het is weer al bezig.
daar is een aan het windsurfen. Ah. Hij liever dan ik. Of zij liever dan ik, want ik had niet zien als het een vrouw is of een man. Daarom die evenwichtsoefeningen bij de turnen. Ja. Even de bakken lopen. Daar heb ik er wel niet voor gekinderen over. Ik ook niet. Ik had even met een wijn. Ja hoor.
Kent je het hier niet? Kent je het hier niet? Hier heb ik toch zo'n juf zo gereden. Het is tussen 3:30 en 4:00 dat we er wel aankomen. Maar je gaat nog groeit gelijk hebben, joh. Dus ver, het is straks bekend op de kop 2 kilometer dat het schept en het is nog water 2,1 was. Ja, pak die trap maar eens vast. Ik hoor het tik, tik. Nee, nee, nee. Ik weet het. Ik moet het dan wel zo voelen. En hier moeten we ergens in. Ja, een prusken over. Ja. Blup, blup. Zo mensen, de wandeling zit erop. We komen nu stukjes ervan naar het eindpunt toe. Want deze route hebben we al gedaan. Met ja, het beginnen. Want dan komen we terug. Kijk eens wie daar aan het waaien is. Hallo. En nu is de Piet op terug naar Bea toe. En ik ga sowieso al één ding zeggen. Sorry boef dat ik u zoveel werk heb bezorgd. Sorry. Maar ja, dan heb je ook wel plezier om het in elkaar te steken. Zo moet je denken. En hier eigenlijk zijn ze achter mij aan het voetballen. Of langs mij aan het voetballen. Ik weet het niet juist waar. Ik hoor de mensen gillen. Schreeuwen eigenlijk, beter gezegd. I made it, we made it. En
op naar de volgende natuurwandeling. Joe. Zo, ik ben nu, we gaan ze bieden even gewoon nog avondeten doen. Even gewoon muziek uitzetten. Anders heb ik zelfs copyright claim, want de Q-music staat hierop. En dat is allemaal copyright music. Ik heb hier zelfs lekker aardappelpuree met een laagje spinazie en een laagje gehakt. Dat doe ik dan nog even. Ja. En dat heeft mijn schat eigenlijk helemaal zelf gemaakt. Met haar begeleidster. Echt waar, je hebt dat goed gedaan, schat. Goed gedaan. En hierbij ga ik ook de vlog beëindigen. Ik hoop dat jullie leuke beelden hebben gekregen van de natuurvlog. Ik ben er ook blij om dat het toch nog goed weer is gebleven. We zijn toch niet nat geworden. Dat was het voornaamste. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het tingelingelingeling te drukken op het belletje. Ja, tingelingeling, daar gaat de bel. Dus ik zie jullie allemaal mooi terug. Dus we gaan nu zelfs naar Stuk TV kijken. Naar Enzo Knol kijken. Naar een echte job, want dat heeft zij nog niet gezien. Dus daar is nog redelijk wat te bekijken. Dus we hebben nog een ganse avond nog plezier. En de avond is nog maar jong. Waar, Chris? Jot. Oké. Allee, salutjes. Joe.